Hallo, vandaag is het Nationale Picknickdag. Dus laten we eens gaan picknicken. Tenminste, laten we eens gaan tekenen wat we allemaal nodig hebben bij een picknick. Doe je mee? Vandaag is de dag van picknicken. Nou, wat hoort er nou bij picknick? Nou, in ieder geval wat ik vind is een picknickmandje. En dat moet staan natuurlijk op een picknickkleedje. Picknickkleed heb je sowieso nodig als je wil gaan picknicken. Nou, laten we eerst dat kleed dan eens tekenen en zo. Het ligt natuurlijk in het gras. Dus moet ook dat gras getekend worden. Zo. Nou, hier komt de picknickmand dan. Dat is vaak een rieten mand natuurlijk. Dus ja, die gaan we dan ook zo verder tekenen. Nou, hier wat gras. Zo. Ja, wat er ook bij hoort is natuurlijk een strooien hoed, vind ik. Laten we zo'n strooien hoed eens tekenen. Zo. Er mag een band op zitten. Zo. En dit is dan even een snelle weergave van zo'n strooien hoed. Door hem te arceren zo, een beetje een ruitje te geven, krijg je dat idee van dat stro. Wat extra schaduw eraan kan, hoeft niet. Nou, de picknickkleed nog verder, het gras. Dan gaan we op de voorgrond misschien twee glaasjes wijn. Dat is natuurlijk altijd lekker bij een picknick. Ik weet dan niet of je gewoon de wijnglazen moet nemen, want ja, die vallen misschien snel om. Zo. Twee glaasjes wijn. Nou, dan misschien een stukje kaas. Zo. Dan maken we wat gaten in die kaas. Hè. Dat is de echte kaas om te zien. Zo. Wat druifjes. Een plankje natuurlijk. Dat oplicht ook nog eens. En misschien een mesje erbij. Zo. Appeltje. Zo. Goed. De strooien mand natuurlijk. Zo. Of de rieten mand heet dat, hè. Zo'n gesp waar hij mee vast heeft gezeten. Handvat natuurlijk ook aan de mand. Nou, dan het geven we dat riet weer door gewoon wat streepjes te zetten zo van dat vlechtwerk. Zo, nou, die mand staat open. Ah, wacht, dan doen we gewoon natuurlijk ook die flessen wijn, die moeten erin zitten. Die laten we dan uit die mand steken, zo. Nog een fles wijn. We maken er een gezellig middag van. Zo.
Tuurlijk een stokbrood. Zo. Nou, een paar bekers die hier vastzitten, natuurlijk in het mandje nog. Zo. En nog een beker. En wat dacht je van de bordjes om te picknicken? Nou, die zitten dan ook in de deksel van dat mandje, zo. Het mandje is leuk bekleed aan de binnenkant met een bloemetjesmotief. Zo. En dan heeft dat kleedje natuurlijk ook nog een patroon. En dat is dan soms wat lastig, want er zitten natuurlijk plooien in, dus dat moet je wel even zien om een beetje weer te geven. Nou, ik wens iedereen een fijne picknick en ik zie jullie morgen in de volgende video.